Welkom bij Songfestival Geheimen, de podcast. Met tegenover mij niemand minder dan zangeres, presentatrice en actrice Edcilia Rombly. Nou, yes. En tegenover mij zien wij zitten de heerlijke man, heerlijke liefhebber van het Songfestival en oud-vakjurylid Barry Paf. En we kennen hem allemaal natuurlijk van de Barry Paf Show bij 100% NL. Ja, en in deze podcast nemen we je 4 weken lang mee achter de schermen van, ja, toch wel echt het leukste feest van het jaar. Mm-hmm. Het Songfestival. Ja, en even voor de administratie. Je kan ons vinden op alle streamingsplatformen. En mocht je nou het hartstikke leuk vinden, dan kun je natuurlijk een goede beoordeling achterlaten. Nou, we tellen af richting dat Songfestival. Voor jou ontzettend bekend natuurlijk, Edcilia Rombly. Mm-hmm. En elke maandag om 4 uur een nieuwe aflevering online. En deze week in de show, nou ja, dat bepaalt de envelop. Want voor ons liggen drie enveloppen. Ja. En jij mag jij hebt de eer om er eentje als eerste te openen, Edcilia. Nou ja, ik Inimini, mini, mo. Doe die derde maar. Die achterste? Oké, okay. Deze envelop. Ja, ik zal hem even aan je geven. Ja, superleuk. Nou, ik ga het aangeven nu. Even kijken. Oranje kaartje zie ik inderdaad. Ja, hier staat Nederlandse inzendingen. Nederlandse inzendingen? Ja. Nou, daar kan jij over meepraten, want jij hebt... Ik was er ook één. Nou, 2 keer toch? Ja, ik ben 2 keer geweest, joh. Heel gek is dat. In 2007 en in 1998. En kan je alles uit die tijd nog herinneren? Nou, ik moet zeggen dat 98... Er zijn vlagen. Dingen die ik nog wel heb onthouden en dingen die ik geblokt heb, denk ik. Nee, maar het was natuurlijk heel lang geleden. En het was wel echt beide keren anders, maar beide keren echt super tof. In 98, moet je voorstellen, was ik echt een beginnende artiest. En er ging echt een wereld voor me open. Het was echt een circus waar ik in kwam. En in 2007, daar was ik al langer aan het optreden. En had ik mijn team samengesteld. Alles bepaalde ik een beetje zelf. En was ook super gaaf, hoor. Echt zo leuk om te doen. Ik eindigde niet heel erg fantastisch in 2007. 2007 was het semifinal? Ja, dat heb ik geblokt, dat stukje. Maar ik moet zeggen dat 2007, de ervaring, hoe dat was, hoe wij daar Finland op z'n kop hebben gezet. Hemel en aarde was natuurlijk. Je behaalde de top 10. Dat was in 98. Oh, 98, sorry. Ja, On Top of the World was 2007. Ja, dus maar hemel en aarde, dat was natuurlijk... Vierde plaats. Dat was geweldig. Vierde plaats, toch waanzinnig. Ja. En hoe oud was je toen? Toen was ik 20, volgens mij. 19 of 20. Eén van die twee. Even kijken, 98. Rekenen. Maar dan ga je als jong meisje, ga je dus daar naartoe. Ja. Je had natuurlijk wel ervaring, podiumervaring, maar niet zo'n grote ervaring als op het wereldwijde podium staan. Nee. Hoe ga je daar dan naartoe? Hoe bereid je je voor? Nou, het is dat ik eigenlijk een heel nuchter iemand ben. Ik hou wel van vrolijkheid en ik ben wel af en toe hysterisch en chaotisch. Althans, dat zo lijkt kennen we jou zo. Al jaren. Ja. Het lijkt zo. Maar toen ik daarheen ging. Ja, ik nam alles maar gewoon. Ik dacht, oh, wat een leuke ervaring. En ik ga er gewoon in. En ik had een heel grote team om me heen. Iedereen was natuurlijk helemaal in rep en roer. En ik had eigenlijk nog nooit naar het Songfestival gekeken. Dus ik had geen idee. Niet daarvoor. Wow. Echt niet. Dus ik ben het ook terug gaan kijken. Een beetje gaan zien hoe het was. En toen ik daarheen ging... Ja, ik was helemaal... Hotelkamers vond ik echt de dingen die misschien heel veel mensen een beetje normaal vonden, vond ik niet normaal. Dit was de eerste keer een grote reis ook voor je? Of dat je echt gewoon met alle grandeur en alle glitter en glamour... Ja, dat een beetje. Want ik was wel eens op vakantie geweest, maar het was meer van nu dat ik echt... Ja, mensen, are you okay? Do you want something to drink? Doe je echt de hele tijd maar mij een soort van willen verzorgen. En een hotelkamer wat huge was. Ik denk, oh! en het was gewoon, die feestjes gingen we af en de interviews en en in Nederland iedereen zo blij en trots. Ja. Dat is ook leuk natuurlijk dat je achterban ook, dat je gedragen wordt door het land die het allemaal leuk vindt dat je gaat. Dus ik ging met heel veel plezier en ik wilde gewoon niet slapen, ik wilde genieten en alles meemaken. Dus ja, en al die buitenlandse pers die dan op je afkomt, stelden ze dan ook vreemde vragen? Dat je voor het eerst opeens voor een buitenlandse microfoon stond en dat gekke dingen aan je gevraagd. Omdat je denkt, oh, hier heb ik echt nog nooit over gedacht. Nou, ligt nu zomaar op een groot glas? Niet echt hoor, want het ging daar natuurlijk allemaal over het liedje. Wie het geschreven had en hoe ik het ga doen en wat ik ervan vind. Dus het was niet raar. Wat ik wel grappig vond is in 2007 had ik een klein rond podiumpje. En daar moest ik dan op en af. On top of the world now. En dan ging ik daar bovenop staan en dan moest ik eventjes weer naar beneden. En toen zeiden ze, well, you're going up the stairs with your back to the audience. Isn't that awkward? I'm like,
but I gotta go back up the stairs. So I need to have my back. But, en toen zei ik, but I have a good booty. So, dus toen gingen daar die mensen helemaal los op. Van, ik zeg, ja, ik moet toch iets zeggen. Well, I got a good booty. And I need to show the booty. En, dus het was echt een hysterisch verhaal weer. Dus dat was ook wel weer leuk dat de pers... Oh my god. Maar dat heb je in ieder geval niet geblokt uit dat jaar. Nee, andere dingen heb je wel geblokt, zei je net. Nou ja, natuurlijk. 2007 was gewoon jammer dat dat we niet goed geëindigd waren. En in 98 was ik gewoon ook nog jong en het ging best wel snel. Dus sommige dingen herinner ik me niet meer. Soms als ik Erik van Tijn nog spreek. De componist, de producent hè, van beide hemel, liedjes ook, hè? Nee, alleen of, Hemel en Aarde. Alleen Hemel en Aarde. Ja, alleen Hemel en Aarde. En Vrede heeft hij ook geproduceerd van Rut. Ja. Ja, precies. Met samen met Jochem Fluitsma. Ja. En die zei nog tegen mij, ja, ik weet nog dat voordat je opging, toen zat ik zei iets of zo. Ik weet dat ik nog om drinken vroeg van, oh, ik moet sinaas, want ik had een hele droge mond. Ik had zoiets, ik moet suiker, ik moet iets hebben. Toen kwamen ze met jus d'orange. Zei ik, nee, dan krijg ik zuur op mijn maag van. Dus dat was ook weer niet goed, dus ik klonk heel divalicious. En dat hij zei, en nu ga je erop of zo. Ik weet niet. Hij zei, maar dat kan ik me dus niet meer herinneren. Ik denk dat als iemand zo tegen mij praat, ik dat inderdaad niet meer herinner en blok. Nee, maar hij zei nog van, en toen zei ik toch van, kom op nu dit podium. Want ik zat van alles, ik had allemaal stressmomenten, die hakken zaten niet lekker. Dus ik zat alleen maar eigenlijk 1 minuut voor opkomst te klagen over van alles. Waren die feestjes daarover? Ja, ik moet zeggen, toen was het ook zo dat Dana International heel erg hot was. Want dit was in hetzelfde jaar, in 98. Ja, zij was natuurlijk de eerste transgender. Ja. Of in ieder geval, ja, drag. Ja, ja, maar wel knap hoor. Ze was heel mooi. Maar zij had ook een outfit aan met veren. En het was allemaal, niemand mocht er tegenaan botsen. Gerard Joling zou jaloers zijn. Ik denk het ook. Maar het was echt, iedereen was zo hysterisch om me heen. Dus elk feestje die we hadden in 98... was echt een storm die iedereen rende op haar af. En het was allemaal heel bijzonder. En maar haar outfit ook. Ik weet nog dat allemaal... be careful, her feathers. Ja, het was echt... De hele kinderboerderij zat erin. Ja, en dan kwam ze heel even naar mij toe. En dan kwam die hele storm weer naar mij toe. En dacht ik, hey. Maar ja, het was dus voor haar. En toen zei ze van, I love your song, Hemel en Aarde. Dus het was wel heel schattig. Dus het was altijd wel heel leuk. We hebben nog met de hele team staan zingen in het restaurant. Dat is natuurlijk muzikanten onder elkaar en een beetje jammen backings, op de gang en met backings en zo. Ja, wie had je allemaal meegenomen? Mocht je bijvoorbeeld ook familieleden meenemen? Want je hebt ook een beetje supportteam nodig, toch, als artiest? Dat alleen toch die mochten niet achter. Dat is wel jammer, want het was heel streng allemaal. Iedereen die backstage was en bij de artiesten, dat mocht geen familie en zo zijn. Maar toen zat Babette Labaye nog bij mij in het koortje in 98. Dat was wel leuk om te weten. Die nu heel veel doet voor heel veel programma's. Zangcoach is en een hele leuke school heeft. Scholen, moet ik zeggen. Maar Babette Labaye en Roger Happel en waren nog twee andere te gekke zangers en zangeres. Dus ik heb en later heb ik met dansers gewerkt in 2007. Dus toen waren we danseressen. Maar je mag niet kiezen of je backing vocals meeneemt of dansers. Er zijn een aantal mensen die op het podium mogen, toch? Ja, je mag maar 6 mensen in totaal. Maar die dansers die konden ook zingen de tweede keer. Ah, slim. Dat was ook leuk. En Gerald van Wint, die was choreograaf de eerste en de tweede keer. Hoe is het om te dansen dan nog tegelijkertijd te zingen? Dat lijkt me zo moeilijk. Ik was ook wel een beetje buiten adem. Maar ik danste gelukkig niet zoveel als die andere meiden. Nee, dat liet ik allemaal aan hun over. Ik moest het trappetje alleen op en af. Niet met je rug naar het publiek. Ja, nee, maar dus het was af en toe naar links, naar rechts. Maar ik was toen, als ik eerlijk zeg, goed getraind. Ik zag er goed uit in 2007. Ziet er nog steeds fantastisch uit in Syria. Maar toen was het spieren. Nu is het een paar vetbeeldjes. Maar toen waren het echt goede muscles. Ik was helemaal top fit. Ik heb echt zo getraind toen. En het was, kijk je vaak terug met je kids bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Die kinderen... Want dit is wel heel leuk om aan je kinderen te laten zien wat je gedaan hebt, toch? Nou, ik erg nee. Kijk, daar zat mama in 1998 en 2007. Ze hebben het heel vluchtig bekeken en daarna ook nooit meer teruggevraagd. Zo zijn mijn kinderen ook wel weer. Die hebben zoiets van, ja, oké, mam, dankjewel. Dag. Nee, ja, ik heb ze 1 keer maar laten zien eigenlijk, volgens mij niet eens. Ik weet niet eens meer. Edcilia, iemand die ons ook van alles kan vertellen over het Songfestival, is natuurlijk... Cornald Maas! We hebben een live verbinding met Cornald Maas. Yes! Hey Cornald! Het is een wonder om een willekeurig oude Songfestival titel te citeren. Wat goed! Ja, Cornald, jij bent er altijd bij. Ik voel me altijd safe met jou. Dat weet je, hè? Kijk, en wederzijds. Als wij samen het Songfestivalfeest presenteren dat binnenkort thuis weer uitgezonden wordt. Ja. Of Eurovision Concert in het verleden. Ja. Komt ook omdat jij veel
alles aan jezelf denkt. Je staat altijd enorm te zenuwen en te stressen backstage. Maar zodra je het podium opgaat, nou dan gaat ze like hell. Dan blijf ik verkruimeld achter. Edcilia steelt dan de show. En met overgave en grappen en improvisaties boven een allure pakt ze iedereen in. Zo doet ze dat. Oh, wat leuk. Want dit hebben jullie best wel vaak gedaan, hè? Dat soort De andere keren waren in het AFAS. Hebben we één keer gedaan. Ja. Of twee keer. Ik weet niet eens meer wat erg. Nee, drie keer zelfs. Oh, oké. Okay. Maar nu... Je bent ooit nog achter een Poolse zangeres en een rolstoel aangerend op het podium. Oh, dit verhaal wil ik horen. Het verhaal van de Poolse zangeres. Dat was in de Melkweg volgens mij toen, inderdaad. Ja, dat klopt, ja. Oh, wat erg. Ja, wat gebeurde er dan? We gingen tasjes Edcilia zou toen aan elke artiest een cadeautje overhandigen, maar dat was ze meteen bij de eerste optreden al vergeten. Dus terwijl de Poolse zangeres in een rolstoel het podium afrolde, rende Edcilia erachteraan om het vergeten cadeautje alsnog te overhandigen. Kijk, dat zijn nog van die momenten, daar houden we van. In een strak jurkje, hè? Hey. Deze podcast heet Songfestival Geheimen. Dit zijn de geheimen die wij willen weten allemaal. Dit is juice. Ja. Hey, Cornald, we hebben jou aan de lijn. We hebben in deze aflevering over de Nederlandse inzendingen. De iconische Nederlandse inzendingen. Nou ja, er staat er eentje, of er zit er eentje naast mij natuurlijk. Precies. Kan jij ze nog even met ons doornemen? De iconische inzendingen van Nederland. Alle inzendingen, dat zijn er wel veel, hè? Nou, zeg dan degene die jou het meest hebben geraakt of bijgebleven zijn. Die jij echt, waarvan je dacht, dat vond ik echt super te gek. Nou ja, jullie hadden het net zelf al over jouw eigen deelname in 98 natuurlijk. Ja, dat is Hemel en bijzonder. Aarde vond ik een super goede song. En we hadden toen ook wel het mindere jaar kort daarvoor gehad. En jij was nog helemaal onbevangen en argeloos. Moest in een jurk die je liever niet aan had, maar deed je dan toch op hakken die je liever niet aan had, maar deed je toch. Want dat moest allemaal. Er was een bataljon aan mensen aanwezig daar in Birmingham om jou te begeleiden. Je had geen idee wat je overkwam. Maar die onbevangenheid die maakte ook precies het succes van het optreden volgens mij. Oh. En het was een hele goede song met een goede tekst. Heel goed in beeld werd gebracht, heel modern ook. Was toen de favoriet van Terry Wogan, de Britse commentator in dat jaar. Weet je dat eigenlijk? Nee. Ja, dat praat ik je. We hebben alweer Jews, mensen. Dat is toch niet? Nou, Edcilia vertelde eerder al dat ze heel veel dingen een beetje vergeten was inderdaad. Omdat zo'n natuurlijk rush was uit die tijd. Maar Cornald praat je bij, dus dat is goed. Ja, dat doen we eigenlijk elk jaar. Dan ga ik zo een maand lang met Edcilia bellen en haar bijpraten. Nee. Maar dat was een iconische inzending. Ja, kijk, Anouk was natuurlijk iconisch in veel opzichten met Birds. Omdat we toen uit ongeveer 8 dark years kwamen met... Niet scoren, niet de finale halen vooral. 8 jaar brei gebeurde dat maar liefst niet. En zij gooide de kont tegen de krip. Zei, ik wil meedoen, maar ik wil alleen maar meedoen als ik gewoon mag gaan. Dus ik ga niet in de nationale finale staan. En ik ga ook helemaal mijn eigen soort song maken. Dat was toen Birds. En ik weet nog toen dat nummer verscheen. Dat hier in Nederland iedereen iets had van, hè? Maar dat is helemaal geen typisch Anouk nummer. En waarom dan niet iets in de stijl van Nobody's Wife? Waarom zo'n symfonische ballad? Maar zij dacht, ik ga voor wat ik zelf wil. En ze maakten het verschil, althans ze haalden de finale en toen ook nog de top 10. Ze had nog hoger moeten eindigen, vind ik eigenlijk. Maar dat is wel een ommekeer geweest en daardoor iconisch. Want daardoor dachten allerlei andere artiesten na al die sombere jaren, à la Ilse de Lange, maar ook Trentje Oosterhuis en ook Late Douwe Bob, noem ze allemaal maar op. Van, oh, wacht, het kan dus wel. Ja, we kunnen precies. Dus met behoud van kwaliteit wel naar het festival gaan. Maar en dat is eigenlijk het begin geweest van een nieuwe koers. Want hoe was dat voor jou al die jaren dat we steeds maar niet scoorden? Want als commentator zit je daar in dat hokje en moet je er toch nog even iets van maken. Hoe is dat dan voor jou? Nou, dat is een goede vraag. Nou, ik zei op een gegeven moment, maar ik heb weer als enige dit jaar de finale gehaald. Zei ik dan, om het enigszins te relativeren allemaal. Maar dat was wel lastig ook wel, want ik dacht, even los van, hè, want er waren ook nummers bij als On Top of the World, dat echt een goede song was en heel goed gezongen door Edcilia. En ook het liedje van Hint was helemaal niet slecht, maar het lukte gewoon elk jaar niet. En je kreeg totaal de handen niet meer voor op elkaar in Nederland. En iedereen zei, het ligt aan Oost-Europa en het festival stelt geen shit meer voor en we moeten daar weggaan. En ik dacht steeds, ja, maar het kan wel, als we echt met iets goeds komen dat onderscheidend is, dat afwijkt. Nou ja, en dan ligt het ligt eigenlijk nooit aan de andere landen. Het ligt altijd aan jezelf als je niet goed scoort. Je kunt wel degelijk het verschil maken, ook met behoud van je eigen smaak en signatuur, zal ik maar zeggen. En dat kwam een paar jaar later goed. En in die zin was ik nog wel, ik was dan een soort laatste der Mohicanen die elk jaar nog riep. Zelfs het programma Eigen Huis en Tuin op RTL haalde op het begin met meer kijkers dan de finale van het Songfestival. Omdat niemand er meer naar wilde kijken. En ik stond daar in de eentje nog een beetje dat, bij wijze van spreken, krampachtig te verdedigen. Maar goed, op een gegeven moment keerde in de tij. En toen sindsdien dacht ik van, nou ja, zie je, dat verhaal dat ik had, dat klopte altijd wel. Alleen, er wilde nooit iemand meer naar luisteren. Maar, dat was het eigenlijk. Maar Cornald, hoe ben je zo erin gerold? Hoe komt het dat jij je zo hebt vastgehouden aan dat songfestival? Hoe is dat zo gekomen? Als klein jongetje dacht je, ik wil dat doen, of wat?
Nou, helemaal in het begin was natuurlijk... Het is een heel verbindend evenement, vind ik. Even los van de liedjes. Maar het verbindt Europa op een vrolijke manier. En ik vond het als kind al heel erg spannend. Toen was ik 10, 11 jaar. Als ik dan bij mijn ouders thuis in Brabant voor de televisie zat. Dan was het allerhoogste hoogtepunt voor mij. Dat je vlug in het begin even schakelde van de Nederlandse zender naar de Belgische, naar de Duitse, naar de Franse. En dat je zag dat er op al die zenders hetzelfde gebeurde. Omdat alle mensen naar hetzelfde te kijken. Oh, ja. En naar hetzelfde zaten te kijken. Zoals het ook bij grote voetbaltoernooien zo is. Bij de Olympische Spelen zo is. Dat je met z'n allen collectief iets deelt. En met z'n allen lekker over smaak gaat twisten. En over liedjes. Dat vond ik heel spannend. En toen al schreef ik daar verhalen over voor mijn moeder. Dus met een superklein, maar wel goed bereik. Ja. Maar dan was ik al bezig te beweren van... Nou ja, Vicky Liandos gaat dit jaar winnen, vond ik dan. Als 9-jarige. Dat klopte dan ook wel later. Ik keek naar de voorbeschouwing in België. Maar het is dus een oprechte passie die ik eigenlijk altijd wel heb volgehouden. Ook in de, toen ik studeerde in Leiden en iedereen daar dacht... Hé, waar houdt die gast zich mee bezig, joh? Dat hele songfestival. Dat is toch onzin? Ging ik ermee door. En uiteindelijk, ja, hoe ik er nou precies ingerold ben... Op een gegeven moment raakte ik ook vriend met Willem van Beuzenkom. Die een tijd voor mij heel lang het commentaar deed. Die heeft heel lang gedaan, hè? Heb ik nog gekend Dus ik, toevallig keek ik dit jaar... Ik doe het nu voor de 17e keer. En hij heeft het precies 17 jaar gedaan, ook Willem van Beuzenkom, het commentaar. Wow. Dus echt heel lang. Hij was altijd... De stem, zal ik maar zeggen. En hij loodste mij dan weer de selectiecommissie in. Ik ging er voor de Volkskrant over schrijven. De Volkskrant die er ook nooit wat aan deed. Maar ik hield vol. Nee, het is een evenement dat je wel degelijk ook professioneel en goed kunt verslaan. Dus nou ja, zo op die manier. Oh, het leuk. Heeft me veel opgeleverd. Ook veel gekost. Maar, het is, maar je staat er nog. Wat dit jaar nu weer gebeurt. Hè. En wat heeft het je gekost dan? Nou, dat hoeven we niet te. Je doet het nu 17 jaar, Cornel, toch? Nu? Grijze haren. Ja, ik heb er pas 3 en ik hoef ze niet eens te verven. Dat scheelt ook weer. Hey, maar Cornel, we moeten afronden. Maar we zijn super blij dat je even in kon haken bij ons. En ik ben ook super blij om je even weer te zien, joh. Echt leuk. Dat ook. Ja, heel en wederzijds. Nou, we gaan het meemaken. We gaan en het volhouden. Hou alles in de gaten voor ons, hè, zodat je ons later altijd nog even stiekem van kan vertellen wat voor sausjes er gebeuren daar. Ja, dankjewel, Cornel. Heel veel liefs. Cornel Maas, dankjewel. Doei. Hoi. Zo leuk. Ja, leuk om even te spreken en al die verhalen te horen natuurlijk. Ja. Volgens mij kan jij uren met hem bellen. Ja, klopt. Ja. Want weet je nog dit? Weet je nog dat? Ja. En dit is er gebeurd. Ja. En zo allemaal. Absoluut, ja. Nou, Barry, dit was een gezellig gesprek met Cornel. Maar nu, de volgende envelop. Pak hem maar. Jij mag hem nu pakken. Ja, pak ik deze. Pak je die? Deze achteraan. Oké. Okay. Wij weten dus echt niet wat erin zit. Hè? Voor de mensen ook die dan luisteren, denken van ja, envelop. Maar een 100% NL kaartje met erop. Iconische winnaars. Nou, daar hebben we het net ook al een beetje over gehad natuurlijk met Cornel natuurlijk. Ja, maar Nederlandse winnaars. Of gewoon overal. Ik vond Dingedong natuurlijk wel, ja, dat is onze eerste Nederlandse... De laatste keer voor Duncan. Duncan, ja. Maar Duncan Lawrence, wat vond je van zijn performance? Nou, ik vind dat dus eigenlijk echt een iconische winnaar. Weet je waarom? Omdat het voor Nederland... Nou, ik heb toen ook zo staan gillen. Het was... Ik heb dat nog nooit echt gedaan. En het was ook... Zo'n bizar, het was gewoon bizar. Ik voelde ook dat nummer het ging doen. Want soms, eigenlijk als we terugkijken naar alle winnaars... dan kan je eigenlijk zeggen, ja, dat had ik eigenlijk wel verwacht. Of je het misschien niet helemaal jouw ding vindt... maar soms kun je dat gewoon voelen van, dat wordt hem gewoon. Of dat. En dat had ik bij Duncan ook. Ik dacht, dat is het nummer. Het was mooi gedaan, mooi gezongen. Hij is een fantastische zanger. En toen dat gebeurde, ik zat ook met iedereen thuis... En het was zo... Ik werd helemaal gek. Ik denk, yes. Dus ik, voor mij blijft dat moment... En het kwam op een gegeven moment in Nederland. Nou, dus hadden ze iets van... Ah! Nu nog, als ik erover nadenk, denk ik... Hoe bijzonder was dat? Dat het Songfestival gewoon weer na al die jaren... een keer weer in Nederland mocht komen. En het begon ook enorm meer te leven in Nederland ook daardoor. Hè? Dus, geweldig. Ik vond het echt geweldig. En daardoor kwam dus het Songfestival ook naar Nederland. En mocht jij het onder andere presenteren. Ja, dat was ook bizar. Dat was geweldig, maar ook superspannend. En dat kon ik... Dat was ook echt dat ik dacht... Wauw, weet je, zoveel mensen hadden... Ik had aan zoveel andere mensen gedacht dan mezelf. En toen ik gevraagd werd, dacht ik, ja, wat een eer. Ik vond het echt een eer dat ik dat mocht doen. En vooral om naast Chantal te mogen staan. En naast Jan en naast Nicky. Nou, dat was voor mij echt... Als we elkaar ook zien, hebben we altijd nog van... Weet je wel? Ja, leuk. Chantal gaan we nog in een andere aflevering gaan we spreken. Yes. Oh, dat moeten we toch niet vertellen? Oh, mogen we dat wel vertellen? Ah, je mag het wel vertellen, maar ik hou van verrassingen. Oh, verrassingen. Oké, er komt een verrassing aan. Een van de andere presentatoren, ze is blond. En ze stond naast het Cilia op het podium. Ja. Hey, wie zou dat zijn? Rara, rara, rara. We hebben het over iconische winnaars.
Nou, we zitten hier in een hele mooie podcaststudio. Ja, superleuk. Echt goed gedaan, man. Applaus voor de mensen die dat allemaal gefixt hebben hier. En het decor bestaat uit allemaal inzendingen van het Eurovisie Songfestival. Ja. Dus aan jou de taak om te raden wat we hier om ons heen hebben en waar het bij hoort. Oh, dat is leuk. Ja, dus voor de mensen die het niet horen en niet zien. Het zijn echt superleuke dingetjes. Maar ik zie hier bijvoorbeeld een bird gewoon op tafel. Dus ik denk een opgezette vogel. Birds. Ja, dat is birds. Anouk. Dat is Anouk zijn. Natuurlijk. Ja. En dan achter ons even een leuk kastje. Een kast. Oké, dat is niet de kast waar ik uitgekomen ben trouwens. Ik zie bijvoorbeeld het glitterbloesje. Een glitterbloesje hangen. Nou, dat moet Shine a Light zijn. Toch? Love Shine a Light. Nee, ja, die kan het zijn. Maar ook Shine. Oh welke is het nou? Nee, nou ja, van de toppers natuurlijk. Die waren in het glitter. Met die, dat zijn die pakken met die kerstlampjes ja, erin. En die dan die lampjes die het op een gegeven moment niet deden, zei Jeroen van de Boom ook een keertje. Wat. Hij zegt, ja, ik had alweer zo'n pak wat er half niet werkte, weet je. Ja. Dus ik denk dat die is Shine. Shine. Is Shine. En dan, ik zie hier een soort een lichtbol. Een soort IKEA-lamp. Een bol. IKEA-lamp. Ja. Ik denk dat die uit het plafond kwam bij Duncan Lawrence. Ja, klopt. Dat is Duncan Wat Lawrence. Het fantastisch toen in beeld gebracht werd. We zien natuurlijk daar Joost. Ik zie een zonnebril met een wit pruikje. Met een snor inderdaad, ja. En een soort New Kids pruik is het eigenlijk. Het is een beetje een New Kids outfit. Ja. Even kijken, wat zien we nog meer? We zien een klein wekkertje, een klokje. Daar denk ik met Slow Down voor Bob. Douwe Bob inderdaad. Daar zag je toen ook die klok in beeld. Vandaar dat ik dat en die wekker moet je natuurlijk zetten heel vroeg om al die kinderen wakker te maken voor school. Al die kinderen. Oh, jij bent echt erg. Douwe, we houden van je. Maar ik weet niet wat dat is. Er is een soort torentje. De Big Ben is dat. De Big Ben. Ja, maar wie? Maar toren, toren, klok, wijzer, of is Engeland. Of is dat misschien dan Slowdown? Dat kan ook. Dat is ook Douwe Bob. Ik zie ook een wereldbol. Wereldbol. Dat is misschien wel... On top of the world, I'm reaching out. Dat ben ik. Maar het kan ook hemel en... Aarde, natuurlijk. Hemel en aarde zijn. Dat had ik nog niet eens aan. Allebei. Je hebt eigenlijk twee keer een thema, een liedje gemaakt over hetzelfde thema. Ja, daar zeg je wat. On top of the world en hemel en aarde. Ja. Wat bizar. Ja, de tweede is door trouwens de Tjeerd en Martin Grijzenmeijten. Tjeerd Oosterhuis, mijn man, en Martin Grijzenmeijten gemaakt. En deze, de Hemel en Aarde, Jochem en Erik van Tijn. Jochem Fluisma, Erik van Tijn. Ja, precies. En wat hebben we nog meer? Ik zie een... Hier, deze. We hebben ook mensen opgetrommeld. Oh ja, deze trommels. Trommel. Ja, Ramaganana. Dat was dat fantasietaaltje. Dat betekende eigenlijk niks. Niks. Oh, ja. Oké, dat wist ik Ramaganana. Ja, is heel lang en achter mij zie ik ook nog wat dingen. Ik zie een hoed. Dat moet dan Welen zijn geweest. Welen en Ilse. Ja, ja. Die hoed. Die hadden het ook leuk samen op het podium, hè? Die hadden het heel gezellig. Ik vond echt, als je het over professionaliteit hebt, dat is dat. Want eigenlijk is al wel een beetje algemeen bekend dat zij toen ook al niet lekker met elkaar gingen. Maar super, ze stonden op dat podium. Dat bedoel ik. Ze hebben alles even aan de kant gezet. En daar gewoon echt hun ding gedaan. Want hoe is dat als zangeres? Want stel je voor dat jij zoiets zou moeten doen. Dan moet je echt dat gevoel dan even uitzetten. En denken, ik ben een professional. Ik heb ruzie met die zangeres of zanger. En ik ga niet lekker. Maar we gaan het toch doen. Nou, dat vind ik echt heel knap. En ik denk wel... Daarom zeg ik, professionaliteit, dat is daar echt gebeurd. En ik vind ook, want ze moesten natuurlijk ook nog eens in elkaars ogen aankijken de hele tijd. En ik zag geen... Hè, dus ze hebben zich helemaal in de muziek gestort. En dat is wel wat je, denk ik, als artiest kan. Als je dan echt, dat, als het echt je passie is. Als je een liedje zingt of je vindt hè, dat je dan daarin kan gaan verdiepen. Je gaat je helemaal in het liedje, je gaat daarin op. En dan vergeet je, kan je de hele wereld soms vergeten. Dus ik denk dat iedereen dat wel kan. Als je een liedje hoort waar je echt van houdt, of je wilt dat performen, of je wilt dat lekker zingen, dan vergeet je soms de hele wereld even om je heen. En ik denk dat dat misschien wel gebeurt, dus ik weet het niet. En ook de professionaliteit van, ja, we staan hier nu en we moeten gewoon nu eenmaal die knop omzetten, dus het is niet anders. Dus ja, dat is het ook. En ga je dan naar een bepaalde situatie in je hoofd, die denkt, dit liedje is een bepaalde manier droevig, dus ik denk dan aan een bepaalde droevig moment, of dit liedje doet me aan iets denken, dat je op die manier dan naar een bepaalde plek toe gaat. Nou, je moet gewoon heel erg luisteren naar de tekst. Ik heb dan dat ik heel erg naar de tekst luister. Weet je wel? En dan kom je wel in de vibe waar het moet zijn. Ja, precies. En dan raak je een gevoelige snaar. Zoals bij deze mooi gitaar. Burgertje. Mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Van wie is deze gitaar? Ik weet niet wie is die gitaar. Dat is, dan hoort dat bij Welen, want die had ook een gitaar.
Ik denk dat het zou ook Waylon kunnen zijn inderdaad. Wie hebben nog meer? Nou, heel veel mensen een gitaar. Nou, ik vind het super tof dat het in ieder geval deze attributen hier al neer zijn gezet. Het is helemaal in de stijl van de situation. En als we het over attributen hebben, dan kunnen we het ook hebben over de iconische jurken. Ah! De jurk die jij een keertje aangehad hebt. Mm-hmm. En die was van iemand uit jouw familie. Ja, mijn lieve schoonzus. Ja, ik dacht, ja, weet je, die jurk wordt niet meer gedragen. Laat mij hem dan maar aan doen. Ja, want bij de puntentelling deed one jij... One moment of fame. Ja, one minute of fame, letterlijk. Die jurk. Maar... Ja, we hebben het over de jurk van Treintje met ja. de scheur erin. Heel Nederland had het daarover. Ja. Dat was de jurk die zij droeg tijdens... Maar ja, nee, ze droeg hem niet. Nee, ze droeg hem niet. Uiteindelijk had ze een ander pak aan. Omdat heel Nederland en zei... En dan denk je ook, why? We gaan het aan haar zelf vragen, want ze hangt jouw lieve schoonzus. Nee. Wat leuk. Is dit de allerleukste nieuwe podcast van heel Nederland? Absoluut. Songfestival geheimen. Dus daarom hebben we jou aan de lijn. Hey, wat fijn dat je tijd vrij kon maken om eventjes bij ons in te haken. Nou ja, Barry die was heel erg nieuwsgierig. Ja, de jurk natuurlijk. De jurk met die scheur erin. Waarin Etsiria nog de puntentelling gedaan heeft. Ja, de one minute of fame van de jurk. Nou, ja. Dat was toch echt zo'n leuk legendarisch moment. Dat Etsiel die jurk aandeed. Echt zusjes, hè? We zijn echt de zusjes. Ja, echt heel lief. Nee, ik heb echt gelachen. Want ik zei nog, ik heb nu ook weer allemaal wat inzendingen bekeken. Nou, iedereen maakte zich druk om die scheur. Maar als je ziet, nu hebben mensen gewoon geen kleding aan. Ik wil, als je bepaalde inzendingen ziet, mensen zijn naakt in die videoclips. Ja. En dan denk ik, waar hebben we het over, die scheur? Ja, want hoe was dat toen voor jouw Treintje? Iedereen heeft een mening over wat je aan hebt. Wat doet dat met een zangeres? Nou ja, ik zal jou zeggen, toen had ik echt wel wat anders aan mijn hoofd, hoor. Ja, want dat is een heel leuk geheimpje. Je was zwanger. Ik was zwanger en ik geloof dat heel de wereld over die jurk viel. En het is totaal aan mij voorbij gegaan. Ik vond het zelf een geweldige jurk. En de reden dat ik hem uiteindelijk niet aan had, was omdat ik dus zwanger was. En hij zat gewoon niet lekker en het was gedoe. En ik denk dat uiteindelijk de kritiek kwam over die andere outfit. Want die jurk, het jaar erop had iedereen een scheurjurk met een décolleté tot op de navel. Hey, ik was trendsetter. Hij was trendsetter, dat was het natuurlijk gewoon. Ja. Je hebt gewoon de toon gezet, de stijl gezet. Maar eigenlijk dus gewoon, je was zwanger en je was al een tijdje zwanger dus. Op dat moment. Ja, nou, dat was best wel bizar. Ik was 3,5 maand zwanger. En dat wist ik 2 dagen voordat we naar Wenen gingen. En ik had het aan niemand verteld. Etsiel wist het niet. Mijn broer, mijn ouders niet. Alleen Alvin en ik wisten het. Zelfs niemand van de productie. Want ik denk, weet je wel, dit moeten we echt stilhouden. Want het was nog heel pril. En het was ook een verrassing. Het was gewoon een cadeautje eigenlijk. Ik was toen 43, dus wij dachten ook, we moeten eerst maar eens hopen dat het allemaal goed gaat. Dus we gaan niks zeggen. Maar ik was natuurlijk echt in no shape or form. Ik was de hele tijd misselijk. En ik dacht al, wat is er toch met me? maar toen bleek ik dus zwanger. Het was bizar. Geen zangeres, maar een zwangeres. Een zwangeres van een meisje, zwangeres. Wat ze altijd al had gewild. Dus dat is wel een heel mooi cadeautje. Ja. Hey, maar hoe heb je altijd dan naar het Songfestival willen gaan? Want jij hebt natuurlijk wel daarvoor mij gezien in 2007. En je zag ook wel misschien wat voor hysterie dat een beetje kon zijn. Had je niet zoiets van, wil ik dat eigenlijk wel? Hoe kwam het dat je dat opeens wel wilde doen? Nee, ik heb moet nu nog aan het zuurstof voor de keren dat ik in de zaal Etsilia heb staan aanmoedigen. Want dat zijn echt onvergetelijke momenten. Want wij zijn altijd zo ontzettend plaatsvervangend zenuwachtig voor elkaar. Dus toen het ziel mocht, stonden wij met z'n allen in het publiek helemaal hyper de piep. Toen dacht ik, nou, dit ga ik dus echt zelf nooit aankunnen. Maar nee, dus eigenlijk was het wel een beetje een vreemde move om voor mezelf om het Songfestival te doen. Maar ja, ik weet niet. Ik zat toen in een fase dat ik dacht, ach, weet je, ik wil het wel eens proberen. En ik werd ook een beetje overgehaald van doe het nou, zou zo leuk zijn. En dus ik heb me daar eigenlijk voor mezelf wel een beetje in vergist, denk ik. Maar ik vind het evenement wel echt een bizar, gigantisch en ook superleuk om te zien wat daar allemaal voor mooie dingen uitkomen, weet je wel. Dus ja, het is gewoon een heel bijzonder project natuurlijk. En hoe was het daar backstage bijvoorbeeld? Heb je dat nog een beetje... Nee, je ging waarschijnlijk niet naar feestjes dan waarschijnlijk. Geen alcohol. Nee, geen alcohol. Jij ging gelijk naar de hotelkamer, denk ik.
Ja, dat viel ook wel een beetje op. Want ik ben meestal toch wel altijd degene die lang op een feest blijft hangen. Jij zat als eerste op de dansvloer, sta jij ook altijd. Ik heb wel eens feestjes gehad. Satrijn zat als eerste. Huppakee. En bij de bar als eerste. Nou, ik sta als eerste bij de bar. Ja. Dus ik corrigeer voor je een beetje. Ik sta als eerste op de dansvloer. Nee, maar ik vond het wel heel gezellig met al die lieve mensen die allemaal... Weet je wat je merkt? Iedereen die meedoet aan een songfestival, die zit daar met heel zijn passie en zijn heel zijn hart in. En vaak zijn de liedjes voor mensen ook heel, hebben bepaalde boodschap. En er is wel een soort verbroedering en ook heel veel gemeenschappelijke zenuwen. Die mensen zijn allemaal bloednerveus. Je hoort ook continu 100 liedjes door elkaar, want het zijn allemaal gordijnen. Dus het is geen... Het is één groot... Dat weet ik ook nog, iedereen ook inzingen. Maar, dan hoor je dat de hele tijd op elkaar. Maar maak je dan ook vrienden? Heb jij die editie contact gehouden met artiesten bijvoorbeeld? Dat je nog mensen later tegengekomen bent? Nou, via Insta wel. Via Instagram wel. En ook gewoon dat je elkaar succes wenst. Dat moet ik echt wel meegeven. Nou, dat zal jij als geen ander weten, Etsiel. Er is echt veel... gunfactor naar elkaar. Mensen zitten er heel emotioneel in van... wow, we gaan het beste eruit halen. En natuurlijk wil je winnen en wil je hoog eindigen. Maar weet je, ze zijn wel collegiaal. En ik heb daar tot nu toe nog nooit iemand negatief over... of geen wanklank gehoord. Het is gewoon wat dat betreft echt een feel-good evenement. Superleuk. Dus hoor je dat? Treintje supporten. Kijk eens aan. Dankjewel, Treintje. Treintje, dankjewel voor je tijd. Doei, dag Treintje. Dankjewel. Doei. Tot snel. Doei, Treintje, 12 points. 12 points. Yeah. En dan de laatste envelop. Ja, die ga ik pakken. Pak jij hem. Let's see. In het envelopje staat... Eerste Eurovision Song... Festival herinnering. Oh, eerste Eurovision Song Festival herinnering. Dat is de eerste. Ik las hem op als. Okay. Waarschijnlijk jouw eerste songfestival herinnering, zo ver als je terug kan denken. Hey, ik las het ook op als eerste Eurovision Song. Saan. Festival. Duncan. Ik was Saan. Helemaal in de... Sorry. Kan je me ook in het Engels doen, deze podcast? Voor de international platforms. Maybe we should try that. I had some lessons bij de nonnen. Ja, wat heb jij extra les gehad toen voor die uitzending? Ja, echt. We hebben op een gegeven moment ook heel veel FaceTime Skype-sessies gehad. Omdat ik niet elke keer op en neer kon gaan. Maar nee, echt. Want we moesten de teksten herhalen. Gewoon, zodra we de teksten hadden, moesten we... continu blijf herhalen, zodat het lekker in het systeem zit. Zodat je het ook zo ging denken. Want ja, we denken Nederlands. Dus je moet echt zorgen dat het... alle woorden die niet lekker bekken. Nou, wat kunnen we daarvoor in de plaats zeggen? Dan krijg je dus de vervangende woorden in. Ja, hoe is het voor jou? Weet je wel, iedereen is toch anders. Dus ja, als een bepaalde woord... daar struikel ik bijvoorbeeld al 10 keer overheen. Denk ik, wat zou ik dan kunnen zeggen? En dan krijg ik tips of 200 miljoen kijkers had je natuurlijk altijd. Ja, daarom, en allemaal het Engels. Man, oh man. Ja. En dan denk je soms in het Nederlands. Je moest echt eventjes in die Engelse molen gaan gewoon. Hoeveel repetitie gaat er nou aan zo'n songfestival uitzending... aan vooraf, want jij zegt, woorden worden herschreven. We zijn in ieder geval in... stel, het Songfestival is in mei. En we zijn in april al... even kijken, begin april begonnen we. Wauw. En jij bent niet naar de nonnen in Vught geweest? De anderen wel? Of, nee, we zijn allemaal... Ik ben wel geweest. Met Jan was ik de eerste keer. De Engelse cursus. Jan is blijven slapen. Ik ben toen wel naar huis gegaan. Maar we zijn... Moest het Volendams afleren. Nee, maar hij is gewoon heel professioneel. Hij is ook heel kritisch. Dus hij wil het gewoon echt goed aanpakken. Nou, en ik zing natuurlijk veel Engels. Dus je hebt wel het gevoel dat je het Engelse wel in je systeem hebt. Alleen het presenteren is natuurlijk een heel ander vak. Ik ga deze aan jou stellen, Barry. Ja. Wat is jouw eerste Eurovision Songfestival herinnering? Mijn eerste Eurovision Songfestival herinnering is echt thuis bij mijn ouders op de bank. Haartjes gekamd, net onder de douche, pyjama aan. Bakje met geschilde appeltjes. Ja, uien op de huilen. En volgens mij was het, ik weet nog, frizzel, sizzle, alles heeft een ritme. Dat vond ik ook leuk. Zo leuk. Ja, dat vond ik zo leuk. Hoe oud was je dan? Nou ja, frizzel, sizzle, dus dat zal 86, 87, nou dan was ik
8 of zo. Oh, ja, dat is echt een jong jochie, die heerlijke... Ja, en ik heb dit van mijn moeder, want mijn moeder is echt een showbiz-fan. Ook een DJ-fan en radio-fan. Oh, ja? Ons stond altijd de radio aan. Echt, dus toen ik klein was, heeft zij altijd gedanst met mij als baby. Of zijnde op de DJ. Zij kende alle DJ's van de radio. Zoals, bij ons stond altijd de radio aan. En zij volgde ook al het shownieuws altijd. Daar was zij altijd mee bezig. En wist ook... en het Songfestival was ook echt haar ding. Dus dus dat heb ik echt van haar. Dit komt dus niet van een vreemde. Nee, dit komt niet van een vreemde. Nee. Het was haar niet super blij dat jij op een gegeven moment ook in de radiowereld bent beland. Ja, dat was haar heel leuk. Zij heeft ook ooit, toen ik altijd op mijn zolderkamertje radio maakte, en dat maakte altijd veel lawaai, toen zei ze, hey, dus een open dag bij de lokale radio, is het niet wat voor jou? Dus 12. Oh, en toen ben ik daar naartoe gegaan, begonnen met koffie halen. En toen rolde ik daar op een gegeven moment in. En het eerste wat ik mocht doen, is het popnieuws. Het nieuws over de sterren. Want ik kon dat best wel natuurlijk vertellen, omdat ik heel veel dingen al wist. Dus zei ik, ja, maar met een piepstemmetje, ik had nog niet eens een baard in mijn keel. Ja, maar dat zit zo met Madonna. Dit zit zo met Frizzle Sizzle. Dat wist ik allemaal wel. Oh, wat leuk. Dus zo, dit is ook eens leuk om te horen, Barry. Ja, dus het is zo een beetje ingerold. Ja. Ah, dit is zo met papa. En ik heb het ook allemaal gekeken. Later ging ik ook echt met mijn vrienden punten geven voor bij Songfestivals. Nu ga ik met al mijn gay vrienden zit ik op de bank te kijken. Leuk. En dan was het ook leuk dat ik één keer gevraagd werd om in de vakjury van het Songfestival te zitten. 2 jaar geleden. Ja. Ik heb nooit zo hard zag gillen toen ik een telefoontje kreeg van de Avrotros. Oh. Wil jij in de vakjury zitten van het Songfestival? Nou, ik dacht, dit had ik als kind van 7, 8 natuurlijk niet durven dromen. Oh, wat leuk. En dat we mochten gaan jureren. Dus dat was natuurlijk ook wel wat te gek. Wat, heb jij broer en zus? Zusje heb ik, ja. En die vindt dit ook helemaal geweldig? Of is dat totaal niet met radio? Nee, die met... is eigenlijk helemaal totaal met andere dingen bezig. Die is enorm fan van Nick en Simon. Nou, toen ik bij 100% NL ging werken, was het van halleluja, praise the Lord. Ik heb kaartjes geregeld van alles. Haar dochtertje is laatst naar Rolf Sanchez gegaan en mee op het podium gedanst. Leuk. Dus die zijn een enorm supportteam. Zij luisteren ook altijd. Dus grappig, leuk. Als ik iets vertel over mijn familie, krijg ik gelijk daarna een appje. Als het niet klopt. Als het... Nou, je zei dit op de radio, maar dat klopt helemaal. Het zit zo. Dan zegt mijn moeder, wat lief. Dus dat muziek en radio, dat zit er ontzettend in het Songfestival. Ja, dat werd bij ons altijd gekeken. Mijn vader die vluchtte altijd gelijk naar boven of zo. Die was weg, want die heeft helemaal niks met het Songfestival. Nee, die gaat dan voetbal kijken. Maar die laat ons wel lekker ons dingetje doen. En het Songfestival kijken, waren al die vriendjes dan bij jou thuis? Nou, dat we met een groep gingen kijken, dat was een beetje vanaf studententijd. Okay. En dat ik bij de radio werkte. En toen ik naar Amsterdam verhuisde, ook een beetje in de gay community kwam. Ja, in de gay community is het natuurlijk super groot, het Songfestival. Hoe kan dat toch? Ja, wij zijn natuurlijk wel altijd bezig, tenminste, laat ik niet voor iedereen spreken, maar een groot gedeelte vindt dat wel heel erg leuk. De show, de glitter, de glamour. Ook het drama wat erbij hoort, dingen die fout gaan. Nou, wij gingen altijd punten geven voor de jurk, voor glitters, voor de strass, maar ook bijvoorbeeld, zouden we deze zanger doen, ja of nee? Een cijfer of zo, dat soort dingen. Je doet het toch allemaal. En dan rolde daar de cijfer uit en dan ging je op een gegeven moment kijken. Ja. En de laatste jaren heb je die app natuurlijk van Avrotros. Dat je ook, en dan gaan we ook vergelijken van, hebben wij een beetje het average van Nederland. En dan zie je soms hele andere dingen. Dat je denkt, wij doen dit zo. Maar Songfestival, I love it. Oh, heerlijk. Nou, we kunnen uren over doorkletsen. En dat gaan we ook doen in de volgende afleveringen natuurlijk. Maandag om 4 uur komt de volgende online. Yes. Met de gast. Chantal Jansen. Niemand minder dan Chantal Jansen. Yes. Waarmee jij het Songfestival hebt gepresenteerd voor 200 miljoen mensen. We love her. Songfestival geheimen. Blijf ons beluisteren. En maandag om 4 uur een nieuwe. Yes.